179 leden van het Directoraat Nationale Veiligheid, DNV, zijn als waardering voor trouwe dienstjaren gedecoreerd. Daarnaast zijn er 82 ambtenaren van het Korps Politie Suriname bevorderd in een naast hogere rang. Het ministerie van Defensie heeft zich samen met de afdeling personeelszaken van het DNV ingespannen om alvast de achterstanden in huldigingen over de dienstjaren 2016 en 2017 in te lopen.